Michel Wuyt zegt, je mag het vertellen. Ja, ik zag je voorbij komen met een verbeten trek in de eerste ronde na het akkefietje, wat uiteindelijk een akkefietje bleek te zijn. Erop en erover, en dan? Ja, ik was eigenlijk... Ik mispakte mijn eigen op de eerste schuine kant en daar heb ik mijn pols redelijk veel zeer gedaan. Nu moest ik gelijk achtervolgen. Nu nog last van? Ja, het begint wel zeer te doen, maar niks ergens, denk ik. En dan raak ik op het einde van de eerste ronde nog lek ook. Dus ik werd eigenlijk gelijk in achtervolging gedrukt, maar ik voelde wel heel snel dat de benen in orde waren en dat ik eigenlijk redelijk snel terug kon komen. Ja, dan is dat verhaal eigenlijk verteld. Hè. Als je ziet welke voorsprong dat je nog neemt op niemand minder dan Wout van Aert, dan is er van vermoeidheid in deze drukke periode totaal geen sprake, beste Mathieu. Oh, nee, ik voelde me eigenlijk vanochtend wel een beetje moe. Ik moet zeggen dat ik ben gisteren nog even naar de kinesist geweest, naar Paul van Loon, en die heeft wel heel goed werk verricht voor mijn rug terugrecht te krijgen. En, ja, die gym is toch wel iets speciaals voor mij om hier voor de vierde keer op rij te winnen. En om vooral zo afscheid te kunnen nemen van Stevens, die ik toch wel redelijk dankbaar ben voor de fietsen de afgelopen jaren. Waar ik mijn eerste keer wereldkampioen op ben geworden, dat is wel heel speciaal hier. Nog één dingetje. Denk jij soms als je met voorsprong rijdt van jongen, het kan ook met 20 seconden winnen? Dat moet niet per se met een minuut. Ik spaar me wat. Of ben je daar niet mee bezig tijdens de cross? Nee, zeker niet in Diegem. Ik hoorde constant elke ronde dat er wel iemand met pech stond. Dus ik was aan het hopen dat het bij mij niet gebeurde. Want hier Diegem staat er wel onbekend, omdat je veel modder hebt die zich afwisselt met heel veel steentjes die tussen de derailleur komen. En dat is heel snel gebeurd, pech. En ik was meer met de instelling aan het rondrijden van zoveel mogelijk voorsprong pakken. Maar het was wel enorm glad voor mij, want ik was op mijn gewone tube gestart. En sommigen waren op Rhinos gestart, dus dat was een keuze die je moest maken. Maar ik ben wel heel blij. Misschien wel een van de mooiere overwinningen van dit seizoen. Wanneer ga jij tennislessen volgen? Voor de mensen die niet mee zijn, je broer David zegt vandaag, ja, ik kan hem in niks verslaan, alleen tennissen. Ja, dat klopt wel. Het is technisch een beetje beter in tennis. Ik ben meer van de aanpak zo hard mogelijk slaan en zien waar dat de bal uitkomt. Maar ik zal mijn eigen er nog eens op toeleggen deze zomer. Voilà, proficiat, Mathieu van der Poel. Dan draaien wij ons een kwartslag en gaan we naar de wereldkampioen, Wout van Aert. Wout, ook proficiat met je tweede plaats, mag je dat zeggen? Mag ik dat woord gebruiken of ben je nu diep ontgoocheld omdat je een goede start nam? Ik had natuurlijk liever gewonnen, maar het is...